Ik wil een kort verhaaltje vertellen over mijn leven. En eigenlijk vooral de eerste 10 jaar van mijn leven. Over vriendschap. Als we het hebben over vriendschap. Er woonde een gezin naast ons in de straat. Er zat één huis tussen. En het gezin bestond natuurlijk uit een vader en een moeder. En een jongen en een meisje. De jongen was 1 jaar ouder dan mij. En het meisje was ongeveer hetzelfde leeftijd als Escha. Volgens mij 1 jaar jonger. En deze jongen, dat was een jongen waar ik heel veel mee optrok. En om zijn naam niet echt te noemen, maar even een fictieve naam, noem ik hem even Bas. Ja, Bas in het verhaal. En Bas, dat was een jongen waar je normaal gesproken op het schoolplein een beetje omheen zou lopen, zeg maar. De kattenkwaad straalde er van af, zeg maar. Hij moest altijd ruzie maken. Hij moest altijd mensen uitdagen. Hij moest altijd iets slopen. Hij moest altijd dingen van andere kinderen afpakken. Hij moest altijd, als we buiten gingen spelen, iets in de fik steken. Hij moest altijd, niet altijd, maar het gebeurde wel serieus dat hij gewoon dingen ging stelen. En dan ben je gewoon onder de 10, hè. En zelfs gebeurde het dat Bas op een gegeven moment, toen we denk ik nou 9 of 10 jaar waren, hij probeerde het op die leeftijd al een meisje in bed te krijgen. Oké, moet je even voorstellen. Deze jongen was de jongen die ik elke dag zag na school. Dit was de jongen waar ik veel mee optrok. We gingen zelfs op vakanties en allemaal dat soort dingen. En ja, het gebeurde ook wel eens dat hij mij in dingen trok. Ik stond er altijd weer bij. Ik was dan ook de sjaak. Ik kreeg ook straf. De meester dacht dat ik het had gedaan. De buurman dacht dat ik het had gedaan. Want hij gooide ook wel stenen over de schutting heen. Ja, wat moet je daarvan denken? En ik stond er weer bij. Maar hij bemoedigde mij soms wel eens ook wel eens dingen te doen. Weet je wel, van ja, dat kan jij ook, dat doe jij ook toch. Kom dan jongen, doe dan jongen, weet je wel. Dat gaat elkaar een beetje opfokken. Nou, ik weet het niet hoor, ik weet het niet. En dan doe je het toch. En hij is echt heel erg, het is echt heel erg. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens, we hebben zo'n achterrommetje, weet je wel. Dan heb je van die onze tuin en daarnaast liggen ook allemaal andere tuinen. En daar hebben we ook waren er ook schuurtjes. En op een gegeven moment stond de buurman stond een keer in zijn schuur. En toen zei Bas tegen mij, Ruup, je moet die schuur nu op slot doen, dan kan de buurman er niet meer uit. Dus ik ben naar die schuur toe gelopen en ik heb die schuur dicht gedaan. Nou, laat ik het zo zeggen. De buurman was gelukkig een lieve man, hij heeft me laten leven. Maar het was niet zo'n leuke situatie. Hij werd super boos en er stond de bonk op. Dat ding, laat me eruit, ik pak jullie. Nou jongen, oké, we moesten eerst heel hard lachen, maar daarna waren we bang. Oké. Maar, weet je, ik vertel jullie nu een heel grappige versie van hoe de eerste vriendschap, eigenlijk de allereerste vriendschap, serieuze vriendschap die ik in mijn leven had, was. En zoals je begrijpt in mijn verhaal, het had geen positieve invloed op mij. Want ik deed soms dingen die ik helemaal niet wilde. Ik deed soms dingen dat ging tegen mij in, wie ik ben, wat ik wilde doen en tegen mijn gevoel in ook heel vaak. Maar hij dwong me een soort van, of ik deed hem maar na, want hij was dat ouder en hij is dan, weet je wel, soms een beetje cool of, weet je wat er gebeurt. Je weet dat gevoel als je denkt van ik wil dit niet, maar nou, toch per ongeluk gedaan. Hij trok me in dingen, hij nam me in dingen mee die geen positieve invloed had op mij. Maar waarom ik dit verhaal vertel, is dat ik je wil eigenlijk tot het nadenken zetten. Want ik denk dat het voor ons allemaal belangrijk is om af en toe te denken van hebben wij ook zo'n Bas in ons leven? Hebben wij ook zo'n Bas in ons leven die eigenlijk ons tegengaat tegen de groei die wij kunnen hebben in ons leven met God. Hebben wij misschien een Bas die niet het beste in ons naar boven haalt? Hebben wij misschien een Bas die ons dingen laat doen die we helemaal niet willen doen? Hebben wij misschien een Bas in ons leven die jou totaal niet het goede in jou naar boven haalt, maar juist het minder goede in jou? Heb je misschien een Bas in jouw leven die jou helemaal niet stimuleert om het goede te doen? Heb je misschien een Bas in jouw leven die jou doet mensen over andere mensen naar doet denken? Of heb je misschien een Bas in jouw leven die jou, die jou eigenlijk nooit iets positiefs over jou kon zeggen, maar jou altijd naar beneden haalt? Maar denk daar goed bij na. Denk daar goed bij na, want het is zo belangrijk om te weten welke mensen invloed op jou hebben. Het is zo belangrijk om te weten wie jouw Bas is. Of je een Bas hebt, want die Bassen, die brengen jou niet verder. Zoals die Bas, gelukkig is Bas uit mijn leven verdwenen. Op mijn 12e. Toen is hij verhuisd.
Niet heel ver hier vandaan, maar ik heb niet zoveel contact meer met hem gehad sinds die tijd. En dat is misschien maar beter ook, want ik weet niet hoe het dan met was gegaan. Want daarna begint een soort van echte leven, toch? Dus, toch? Dus weet je, het is zo belangrijk om te kijken van, hey, welke mensen hebben op dit moment invloed op jou? Welke mensen bepalen jouw keuzes? Naar welke mensen luister jij? Met welke mensen ga jij om? Welke mensen houden jou tegen om het goede te doen? En in de Bijbel staat een hele mooie tekst. En dat is Spreuken 12, vers 26. En ik heb hem even in het Engels erbij gepakt. En daar staat: The righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. En daar staat eigenlijk: de rechtvaardigen kiezen hun vrienden voorzichtig of wijs. Maar de weg van de dwazen leidt ze eigenlijk op het verkeerde pad. Zoals je het zou kunnen vertalen. En daar staat dus letterlijk in de Bijbel: hey, kies je vrienden wijs. Kies je vrienden wijs, want het gaat niet goed aflopen als je dat niet doet. En jij bepaalt wie jouw vrienden zijn. Niemand bepaalt in jouw leven wie jouw vrienden zijn. En als we eigenlijk jouw vrienden eventjes soort van op een papiertje kunnen zetten. Ik maak hier een hele grote cirkel. Dit zijn al jouw vrienden. In deze cirkel zitten al jouw vrienden. Al jouw vrienden, alle mensen die je soort van vrienden noemt. Misschien zijn het ook wel je Facebook-vrienden of je Instagram-vrienden, weet ik het. Maar dit zijn al jouw vrienden. Als jij zou luisteren naar al die vrienden in deze cirkel, dan weet ik niet of dat wijs is. Dan denk ik niet dat carefully je vrienden uitzoeken is. Dan denk ik dat niet wijs is. Want deze mensen kunnen jou soms dingen laten doen die jij niet wil. Dit zouden de bassen kunnen zijn in jouw leven. De mensen die jou niet een stap verder gaan helpen in jouw relatie met God. De mensen die jou niet gaan helpen om in Gods bestemming te wandelen. Dit zouden niet de mensen zijn die vrienden van jouw bestemming zijn. Daarom is het belangrijk dat je je vrienden wijs uitzoekt. En die wijze vrienden zal misschien maar een handjevol zijn. En dat handje van vrienden zit waarschijnlijk in deze cirkel. Daarom, net zoals ik vond het zo mooi wat het panel net ook zei. Iemand uit het panel zei: Jezus was een friend of sinners, staat in de Bijbel. Hij was een vriend van alle zondaren. En inderdaad, hij vraagt ons ook van alle mensen te houden. En ja, we houden van alle mensen. We houden van alle mensen. Tuurlijk, iedereen is welkom in de kerk en we houden van alle mensen. Maar van alle mensen houden is niet hetzelfde als naar alle mensen luisteren. Of naar alle mensen, met alle mensen dicht optrekken. En Jezus ook, hij hield van alle mensen. Alle mensen die op straat tegenkwam. Zelfs de mensen waar de maatschappij niet mee omging, daar ging hij mee om. Daar trok hij mee op. Maar hij had ook, net zoals Francisco zijn beste drie vrienden. De mensen waar hij zijn struggles vertelde. De mensen waar hij het leven mee deed. Het is zo belangrijk om onze vrienden wijs te kiezen en om te weten wie er in deze inner cirkel van jouw leven zit. Welke mensen zijn waar je mee je optrekt en die de vrienden van jouw bestemming zijn. En ik heb het nu eigenlijk vooral gehad over waar je mee moet oppassen als het gaat om vriendschappen. Maar ik wil je ook nog vier dingen meegeven waar je juist wel kan opletten als je je vrienden uitzoekt. En de eerste is family. Ik geloof dat goede vrienden kunnen voelen als family. Want wat heb je met familie? Aan familie kan jij je struggles vertellen. Aan familie durf je eerlijk te zijn. Aan familie, daar voel je je thuis bij. Bij familie, daar durf je te zijn wie je bent. Je hoeft geen masker op te zetten. Je hoeft je niet anders voor te doen dan wie je bent. Bij familie kan je real zijn. Bij familie kan je echt zijn. Je hebt vrienden nodig bij wie je echt kan zijn. Bij wie je jezelf kan zijn. Bij wie je je struggles kan vertellen. En zij je zullen helpen. Je wordt niet uitgelachen als je je eigen verhaal vertelt zoals je op dat moment voelt. Maar ze luisteren naar je. Ze waarderen je wie je bent. En ze helpen je om verder te groeien. Als tweede wat je nodig hebt. En het zijn trouwens vier F's. De eerste F, family. De tweede F, feedback. En feedback is eigenlijk dat je iets zegt tegen iemand om iemand verder te helpen. En ik geloof dat goede vrienden elkaar verder helpen. Goede vrienden maken van elkaar mooiere mensen. Ik had van de week bijvoorbeeld een hele toffe afspraak met Ronald. Dan chillen we wel eens. En wat wij in die afspraak doen, is we maken eigenlijk zonder make-up van elkaar mooiere mensen. We vertellen elkaar van, hey, weet je Ron, ik heb dit gezien en ja, ik zou tegen dit tegen je willen zeggen.
check dat eens, weet je. Ik denk dat je volgende stap kan zijn. En hij zegt tegen mij, ja Rup, en ik denk bij jou dit of dat. Hij is altijd heel genadig voor me. Maar weet je, we hebben zulke mensen nodig. Jij hebt mensen nodig die jou van jou een mooier mens maken. En jij kan van iemand anders zijn, een vriend zijn, die van diegene een mooier mens maakt. Maar jij hebt mensen nodig die jou verder helpen. Die jou advies geven van, hey, is het wel wijs om deze keuze te maken? Hey, moet je misschien wel dit soort dingen op Instagram posten? Is dat wel slim? Dat soort mensen hebben we nodig in ons leven. En de derde F is fun. Dat is misschien wel de leukste van de vier. Fun. We hebben fun nodig. We hebben fun in onze vriendschappen nodig. Het leven is al vaak zo serieus. We moeten lachen met elkaar. Je moet kunnen genieten met elkaar. En in de Bijbel, in Spreuken 17 vers 22 staat, een hart dat zich verheugt is goed voor de gezondheid. Wist je dat? Een hart dat blij is, een hart dat vol met vreugde zit, is goed voor je gezondheid. Het is goed voor je lichaam, voor jouw geest, als je veel lacht. Als je vrienden hebt waar je veel mee lacht. En ik las deze feit vandaag, dat wanneer je lacht, gebruik je maar liefst 17 spieren in je lichaam. Niet alleen in je gezicht, maar ook in je rug, in je benen, in je buik, je ademhalingsspieren. Allerlei verschillende soorten spieren. En 100 keer lachen staat gelijk aan 15 minuten fietsen. Oh my, 15 minuten fietsen. Veel lachen, gratis sportschool, fit for free. Fit for free. Gewoon veel lachen, gratis sport. Gratis afvallen, gratis gezond worden. Lachen is belangrijk. En de vierde F is de belangrijkste. Jongens, we hebben alweer genoeg gelachen. Heel goed. Ben je klaar voor de allerlaatste F? De allerlaatste F is faith. Faith, vertrouwen, geloof. 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 En dat is denk ik het mooie van samen kerk zijn. Je hebt vrienden nodig die jou verder helpen in je geloof. Je hebt vrienden nodig die jouw geloof versterken. Je hebt vrienden nodig die op het moment dat jij even in een dieptepunt zegt dat je zit, dat je zegt van ja, ik weet het niet meer. Is God wel echt in mijn leven? Ik weet het niet meer. Heeft God mij niet verlaten? Ik weet het niet meer wat ik met deze situatie moet. Ik weet het niet meer hoe ik hieruit kan komen. Dan heb jij vrienden nodig die tegen jou zeggen, hey, God heeft jou niet verlaten. Hij is nog steeds aan jouw zijde. Zulke vrienden heb je nodig. Je hebt vrienden nodig die er voor jou zijn. Je hebt vrienden nodig die met je meebidden. Je hebt vrienden nodig van je bestemming. En dit is echt waar. Deze zeggen we altijd, maar hij is zo en zo waar. Vertel mij wie je vrienden zijn en ik vertel je je toekomst. Vertel mij wie je vrienden zijn en ik vertel je je toekomst. De mensen met wie je omgaat, zo zal je worden. De mensen met wie je omgaat, daar ga je het meest op lijken. Dat is natuurlijk heel logisch. Je gaat meer op hun lijken met de mensen wie je omgaat. Maar dat is zo belangrijk om daarop te checken. Hey, mijn relaties, mijn vriendschappen, zijn dat de mensen die mij daadwerkelijk dichter naar God toe brengen? Of zijn er misschien wat bassen in mijn leven die mij niet verder gaan helpen? Zijn er misschien wat bassen in mijn leven waar we afstand van moeten nemen? Zijn er misschien wat bassen in mijn leven die instaan tussen mij en mijn relatie met God? Misschien heb jij wel eens uitdaging op zondagochtend naar de kerk te gaan? En zijn er heel veel, en vraag je advies aan mensen in deze groep van, hey, moet ik naar de kerk gaan? Moet ik naar de Connect gaan? En deze mensen zullen zeggen, nee, waarom heb je dat nodig? Kerk is toch niet nodig? Waarom zou je dat doen? Geen niet handig om aan die mensen advies te vragen om naar de kerk te gaan. Vraag het aan deze mensen. Vraag het aan deze mensen advies. Vraag aan deze mensen. Vertel over deze mensen over je uitdagingen. Praat met deze mensen over de serieuze dingen in het leven. Maar kies goed wie jouw vrienden zijn. Want dat is zo belangrijk. Amen. Oké, ik ga bidden. En de band komt ondertussen op. En dan gaan we daarna nog een nummer zingen. Vader in de hemel, dank u wel voor wie je bent. En dank u wel, Vader, dat uw woord zo duidelijk spreekt over vriendschappen. Dat we wijs onze vriendschappen moeten kiezen. Omdat het belangrijk is hoe we ons leven leiden en waar je andere mensen ons naartoe brengen, Heer. En zo bid ik, Heer, dat wij voor onszelf allemaal mogen bepalen welke vrienden we dichter naar ons toe willen trekken. Of welke vrienden we misschien voorzichtiger mee moeten zijn. En dat betekent niet dat we die mensen moeten afstoten. Want we moeten van iedereen houden. En dat leert u ons, Heer, om van iedereen te houden. Maar we moeten ook wijs zijn in de mensen die ons dichter naar u toe trekken. In de mensen die vrienden van onze bestemming zijn. En zo bid ik voor iedereen hier uw wijsheid, Heer, om op dat gebied goede keuzes te maken.
En ik dank u ook dat we hier in de kerk zulke goede vriendschappen hebben, Heer. Connectgroepen, Heer. Waar we met elkaar het leven mogen doen. Waar we met elkaar connectgroepen mogen zijn. En er voor elkaar mogen zorgen. Met elkaar vrienden mogen zijn. Elkaar verder mogen helpen. En goede adviezen mogen geven. Ik ben u zo dankbaar voor elke connectgroep die we hebben hier. Waar zulke mooie dingen gebeuren. En waar echte vriendschappen ontstaan, Heer. En dank u wel, Heer, voor deze geweldige mooie avond. Waar u aanwezig bent. En waar we uit uw woord mogen leren. Met elkaar. In Jezus' naam. Amen.